Ja, ja, mensen. John Kou hier zo. Geen John Wick, maar John Stick. No filter als ik praat. Alleen in mijn cherry, dus let's go, man. Duizenden jaren geleden, ergens in een ver land, was er een jonge jongen genaamd John Kou. Hij had een droom om in elke lobby in Black Ops 2 pakjes uit te delen. Dit ging niet altijd goed en zijn ontevreden liet hij daarom ook vaak merken. What the fuck, jongen? Hij waste zijn pijn weg met hash en andere THC-achtige producten. Maar op een dag had hij een formule ontdekt. Zo effectief dat volledige quickscope clans werden uitgeroeid. Zo slim dat Einstein afstand deed van zijn troon. Ik heb het natuurlijk over de shotgun in combinatie met de sniper. Gast, dus je hebt deze hele intense speech gegeven alleen om aan te kondigen dat je die shotgun in combinatie met de sniper gaat gebruiken. Ja. What the fuck? Yes, yes, Chonko hier zo, man. Vandaag back in it again. Alweer met Black Ops 2, maar dit is niet zomaar een potje. Vandaag is het anders als anders. Vandaag speel ik met de KSG, dat is een hele precieze shotgun met heel wat range. In combinatie met de sniper. Ik heb fast hands ingesteld, zodat ik heel snel kan schakelen tussen deze twee wapens. En ik wil deze twee wapens gaan combineren. En voor de long range duels ga ik de sniper pakken. En voor de close range duels, etcetera, you know. Dus let's go, man, kijken of ik ga handelen of niet. Yes, yes, we jumpen de straight in. Volgens mij zag ik hier al iemand. Zo, die is zo. Lekker, man, die was even onderschept aan Matty. Huh? Je dacht zomaar mij te kunnen jumpshotten en shit, man. Maar Matty onderschept jouw bitch ass, man. Huts. Huts, zo doen we die shit, man. Deze gun is zo effectief. Maar hij is ook echt heel precies. Dus als je ook maar een klein beetje mist, dan is die gehele kogel is gewoon mis. En dan mag je gewoon weer overnieuw schieten. Volgens mij, ja, hier is iemand. Boom. Lekker, man. Schakelen naar de sniper. Kijken of hier iemand is. Hier is niemand. Ze komen nu van rechts, als het goed is. Daar zag ik volgens mij al iemand. Ik ga ze een beetje flanken. Je moet ze blijven verrassen. Oh! Who the fuck are you, man? Damn! Hey, ik begin echt telkens beter te worden met dat quickscopen gedoe, man. Dus ik kom nu van deze kant. Ik switch snel naar de shotgun. Want ik kan hier close range duels verwachten. Toch? Kijk deze afstand. Boom. Boom. Nee. 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 Bruh. Bruh. Oh. Ga ik het nog redden? Wauw. Ik dacht even. Pap, pap, pap. Gewoon even alle drie even onderscheppen. Maar dat werkt hem dus niet. Nee, oh, ik chokte hem, man, boys. Ik faalde, ik alles, man. Hoe leeft deze man nog? Boys. Boom. Op wie schiet je, bro? Doe maar niet. Wat zijn we aan het doen, vriend? Ik zat al te zoeken naar die man met die chalk charge. Ik dacht al van, waar komt die shit vandaan, man? Boys, we gaan 11 om 4, man. Oeh, wat? Bro, die was raker dan fucking raakgap. Ga mij geen sprookjes vertellen. Ik ga hem flanken, ik ga hem flanken. Hij weet niet wat hem overkomt. Oeh, lekker, man. Nog meer? Oh, fuck. Nou, die man is toch al dood. Huts. Nee, dat ga ik niet raken. Dat is geen duel wat ik aan moet gaan. Ik moet hier weg. Oh shit. Oké, let op. Ga ik hem raken of ga ik falen? We gaan. Boom! Dat is één. Komt er nog één of wat? Kom bro. Ik wacht op jullie. Dinner is ready. Pull up. Kom. Ah, partypoepers. Huts. Zagen jullie die range, man, boys? Oh shit. Oh nee, dat ging echt bijna heel verkeerd, man, boys. Oh shit, weer. 17 om 7 gaat op zich wel lekker, man, boys. Voor de mensen die dit nooit. Boom! Voor de mensen die dit kijken. Ik weet niet, of tenminste voor de mensen die ook nog een PlayStation 3 of dit spel überhaupt nog hebben. Je weet toch? Laat me het even weten. Jullie hebben hem
mijn playercard gezien of hoe je dat, mijn PSN naam, hoe ik heet op PlayStation. Dus stuur me even een berichtje en dan kunnen we misschien even samen een potje spelen. Boom! What's good? Ik voel me telkens beter met deze sniper, man. 19 om 8, ik ben wel lekker gegaan, man, boys. Dit is de one shot challenge, hoe de fuck je het wilt noemen, sniper in combinatie met de shotgun, het boeit me niet, man. Maar ik voel me goed met deze class, man, boys. Ik heb weer eens lol. Het is weer eens wat anders dan die gare AR's en die SMG's, je weet toch. Dat begon op een gegeven moment begon mij dat echt te vervelen. Dit is gewoon fresh, deze class. Dit is die one shot ding, dus je weet toch, als je hiermee kills pakt, het is veel meer rewarding dan dat het met een AR zou zijn ofzo, je weet toch. Dus vandaar ben ik voor deze class gegaan. En het ziet er natuurlijk ook nog gewoon veel meer spectaculair uit wanneer je kills pakt. Dus vandaar. Beestenbende, ik zal hem even berichtje sturen. Beestenbende, als je weet dan je weet toch? Oh nee, ik stress hem nu alweer, man, boys. Ik ben weer veel te zelfverzekerd. Ik ga met de sniper recht in het midden staan, denken dat ik iedereen kan handelen. Is deze man aan het campen? Nee, hij is niet aan het campen. Dan is deze man de broski. Broski. Daar ben ik niet van gediend. Was komen vanaf hier, dacht het niet. Nee, dat was raak, man. Huts, kijk die range van die shotgun, gek. Huts. Right in the nut, check. Huts, zo doen we die shit, man, boy. Oh, nee. Kom hier. Waar is deze, man? Dat is niet goed. Boom! Ik kan me ook echt kut voelen als ik gewoon mijn deel van mijn werk in dit spel niet doe. Wie de fuck ga jij sniper, vriend? Wie? Ik denk dat ik ze even moet gaan rushen, man, boys. Ze fixen veel te veel dingen in het midden. Ze hebben veel te veel controle over het midden. Hier, nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg, dames en heren. Eindelijk. Huts, nee, nee, niet tief op. Kom op, man. Staat er tief, nee, nee, nee. Not today. Jongen. Waar dan? Oh, boven. Hello. Even kijken of die val er nog steeds staat. Ja, jij moet ook even worden eindelijk. Uitgeschakeld moet jij ook even worden. Schakelen we over naar de shotgun, pakken we even deze man. Deze man is niet meer te pakken. Dan snijpen we even deze man die hier zo gaat komen. Wauw. Wauw, hoe ben je zo alert dat je mij vanaf daar killt, broski? Wauw. Je zou bijna denken dat het fucking één bot is, man. Broer, ik ben aan het praten. Hoe ga je me nu al killen? Ik ben aan het praten, man. Als ik aan het praten ben, dan hoor je niet te killen. Dat zijn fucking basisregels, broer. Ah. Fucking 2 uur 's middags. Ik ben nu al mad, man. 15 om 14. Zoals ik volgens mij ooit al zei. Jullie gaan nooit een potje van mij vinden waar jullie mij negatief zien gaan, man, boys. Geef mij alleen een handgun. En ik heb zo'n gevoel dat dit een hacker was. Maar geef mij alleen een handgun en jullie zullen zien, ik zal alsnog niet fucking negatief gaan. Misschien is dat wel iets voor het volgende, voor de volgende opname, voor de volgende video. Maar ik ga nooit negatief, man, boys. Ik kan wel bijna negatief gaan, maar ik ga altijd positief. Houd dat in je gedachten. En zo niet, als jullie ooit een potje van mij zien waar ik niet positief ga, laat me het weten. Tik me op de vingers, je weet toch van, hey shit man, dit moet beter. Dit kan niet, ik dacht dat je geen noob was, je bent gewoon choller, je weet toch die shit man. Laat me het weten, man. A few moments later. Nee, wauw, nee man, nu moet ik echt heel hard gaan grinden om mijn belofte na te komen, man. Ik ga nooit negatief. Wat? Ik praat weer te veel saus, man. Kom, kom, kom. Ik heb jou gezien. Nee! Ik moet 4 kills pakken, anders ben ik een fucking sukkel, man. Dat gaat hem nooit... Nee! 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 Dit ga ik eruit knippen. Yes, yes. We spelen op hijacked. Waar... Doe een beetje rustig, man. Wow, dat was echt niet... Die eerste kill van die twee, dat was echt totaal niet mijn bedoeling.
And we just went hard on a hunting. Ik kreeg gewoon een game. Ik was afgeleid, jongen, door die game in feite. Wie de fuck is Rock Pierce? Nice. Oeh, de span is geflipt, man, boys. Even kijken of ik hem hier on the leg kan catchen, man. On the leg. Nog één? Nee. Moet wel oppassen, want ze kunnen ook van andere kant komen. Deze man is hier boven mij. Dus ik ga hem even onderscheppen. Want ik ben er niet van gediend dat jij hier staat. Misschien kan ik ze hier nog even een beetje spawn trappen. Nice. Nee. Huts. Grappen maken. Hardscopen als de motherfucker. Ik ben niet eens een goede sniper, man, maar ik doe die shit zelfs niet. Oplof dan. Huts, zo doen we die shit, man. We kleren die hele room, Amati. Die spawn is waarschijnlijk weer geflipt. Dus ik ben ready om ze lekking te catchen, man. Huts, zo doen we die shit, man. Nee. Kill hem, lekker, man. Hier binnen is ook nog iemand. Jij bent... Hoe miste ik dat? Netjes. Ik miste eerst, maar de tweede keer was raak. 12 om 3. Oh, damn, dat had ik niet eens door, man. Damn. Ja, man. Laat me weten of jullie nog meer van deze video's wilt. Met deze one-shot gunners. Je weet toch, de sniper, deze shotgun dan bijvoorbeeld. Laat me weten, man. Of jullie ervan hebben genoten of niet. Je weet toch, laat me het weten. Ik ga er vandoor. Ik ga jullie checken. Take it easy. You know, ciao. One, how many times have I been in cuffs and everything got denied?